Welkom terug. Toneel Heverlee pakt voor zijn nieuwste voorstelling een echte theaterklassieker aan. Drie zusters van Anton Tsjechov. Het stuk speelt zich af in het Rusland van 1900 en vertelt het verhaal van een familie en een maatschappij in verval. Het is eigenlijk het stuk van Tsjechov met het minste verhaal. Dus je zou direct denken, oei, waar gaat het dan over? Ja, dat is heel moeilijk te vatten in dit stuk. Het zijn een twaalftal personages. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen familiefeest. En die twaalf personages die zijn daar, die leven samen. Dat gaat over een familie, drie zusters, een broer. En dan nog enkele militairen die samen hokken. En je volgt eigenlijk de twaalf dramatische lijnen. En die ontmoeten elkaar, zoals een soort schaakspel. In elk personage zit er wel iets dat het publiek kan herkennen. Het is zo rijk tegelijkertijd, want het zijn personages voluit geschreven met vlees in vlees en bloed. Maar op zich is het verhaal niet belangrijk. Er zijn enkele elementen, maar het is helemaal niet belangrijk. Het is vooral dat kluwen van die personages, die gemoedstoestanden die evolueren tussen die personages. De jongste is nog in het begin van het stuk de meest naïeve, die gelooft nog dat alles mogelijk is. De oudste zuster, die is 32, ongehuwd, heeft eigenlijk de moeder moeten vervangen, waardoor dat ze nooit haar leven voluit heeft kunnen leven. En dan de middelste, dat is iemand die wel getrouwd is geraakt, maar ongelukkig getrouwd. En alleen maar naar een andere man verlangt. Voilà, dus het zijn drie stadia van eenzelfde vrouw, het zou kunnen, maar het zijn gewoon drie mensen die ook nog eens een keer evolueren doorheen heel het stuk. Lieve zussen, ons leven is nog niet voorbij. We zullen leven. De muziek speelt zo vrolijk, zo feestelijk. En ik denk dat het bijna zover is dat we zullen weten waarvoor we leven. Waarvoor we verdriet hebben. Als we het maar eens wisten. Als we het maar eens wisten. Het is herkenbaar. Ik heb het ook proberen te regisseren met heel veel schwung, met heel veel dynamiek, met heel veel invulling, zoveel mogelijk. En dus ik denk dat het in totaal echt een ode aan het leven zal zijn. En met bepaalde spiegels natuurlijk in waar je dingen gaat herkennen. Maar daarom moeten de mensen komen naar dit stuk, denk ik, om die spiegel gewoon om een keer in te kijken. Drie zusters van Toneel Heverlee dit en volgend weekend in zaal Heliant in Heverlee. Voor de slotvoorstelling op zondag 3 februari om 3:00 geven we 5 duo-tickets weg. Wil je daarop kans maken, sms dan zusters en je naam naar 3828.